Sport in Grauw. Wereldwijd, maar toch dichtbij. We beginnen nu is in het Arende Sport in 2018. Met de KV met Friesland. En natuurlijk hebben we daar een tussendoor muzikale intermezzo erbij van Joop Spiekstra. En de eerste gasten weer Hongerskoot, Albert Hoeksma en Hans Moorenburg. En ik leer het eerst even verder roer om Walter Miedema. Ja, net ik aan de club Tink met Friesland. En dan geef je even waarom in de historie. En de historie doe je vanaf 2005. Maar toen waren er bestuursleden die zeiden het met oors met de korfbal. We moeten een doel stellen in Mid-Friesland. En een van die twee bestuursleden weer Albert Hoeksma en Hans Moorenburg. Albert, hoe zit we waarom op die tijd? Waar kwam je bij elkaar? Dat begonnen achtertuingesprekjes, letterlijk. Eerst met Hans in voorganger. En later was het wat officiëler, maar we hadden toen in het begin praat met Sparta en met Stormvriers en met Lege Geum, vanuit Marfoels. En zo ben ik in gesprek voor startgong, zeg maar. Ja, hing je voor Hans al een klik? Ja, Albert en ik, wie het vrij gauw wel met elkaar eens. Ja. Je maakt dan een proces in om de Sjen draagvlak te krijgen. En nou, dan ben je eigenlijk dus wel een hiermee aan de gong best om te zien van of dat er is. En dat is lukt. Op een gegeven moment hebben we meerdere mensen erbij looken. Hebben we een stuk of 4 size mensen van beide verenigingen om de tafel zitten. En heel langzaam groeit naar elkaar ta. En we zijn heel liets begonnen. Eigenlijk met 4 size teams onder de vlag van Mid-Friesland. Nou ja, en zie je niet letten, dan just hebben we nou stenen. Nou, clear. Nou, ja. Je hebt hier al een heel plan. Mooi snel dat je hem zei van we gaan de jeugd en de senioren eerst uit wat knippen, hè? Bewust? Ja, kijk, ik bedoel, de verenigingen Marfoelst, Sparta en Stormvriest hadden natuurlijk een heel soort historie. Ja. En om gelijk alles onder inname te krijgen en kortom de blauwe kieltjes en de groene kieltjes dat die aan de kant matten, dat we even nog een stap te 4. Ja. Dus we dachten van laten we gewoon beginnen, Leeds, waar kreeg ik zijn met verschillende teams en van langzaamaan dan uitbouwen. Nou ja, dat is dus slaggen. En, ja. Maar vooral emotie speelt een grote rol natuurlijk in dit soort processen. Ja, Albert, je hebt gezegd dat Jim begint er al gauw uit. Maar dan moet je de leden mooi krijgen. Ja, dan moet je de cultuur naar je oor brengen. Ja, dat lijkt het niet zo moeilijk. Hè? Het lastige is dat je het risico besteedt dat je een soort demarage maakt. Ja. En dat je een voorsprong neemt en dat je de rest van de vereniging net mooi krijgt. En je moet dus, wat Hans ik zei, de emotie, de sentimenten, daarmee boppen staan. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het leeft bij je achterban. Ja. En vandaar dat het proces langzaam sliepen en slieten worden moet. En ja, dat heeft tijd nodig. Maar volgens die koert ik net alleen naar Midwan, die ik echt nou, over is nodig. Nou, we hier te krek horen. Ik denk dat geen van de vereniging dat meer kent hier. Dan heb ik het over de kwantiteit. En dat is de basis van de kwaliteit. Ja. En het niveau hier nooit zo heeg wijze kerst. Dat ben ik wel bewust van, ja. Ja. Hing je meteen al, ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi, dat je hem zei van, we moeten zoveel procent van de spelers, eigen jeugd, in het team horen. Wien dat ik bewust? Nou, op een gegeven moment, toen we het begin hier, we hier per teams hier dus onder de vlag van Mid-Friesland. Ja. Nou, dus is het eerst al natuurlijk van, waar dorst dat onder? Dorst dat onder een omnivereniging of Gisgelijk Fusie? Nou, daar hebben we dus in ieder geval ik wel goed over praten. Ben ik eigenlijk met een soort omnivereniging ben we begonnen. En ja, toen ben we aan het nadenken again van hoe kunnen wij dus in ieder geval een stukje herkenbaarheid voor de verenigingen krijgen. En hebben we eigenlijk in een beleidsplan, volgens mij steert er nog steeds wel zijn van zoveel procent van uw eigen leden, maar er dus in ieder geval in die selectieteams van Mid-Friesland komen te staan. En tot op de dag van vandaag is het nog steeds een punt dat we daar heel kritisch op wijzen. Tenminste, ik ben nou dus weer voorzitter, maar ik zit er wel heel kritisch naar, dat er wel herkenbaarheid is voor uw eigen dwarp en voor uw eigen mensen. En in die tijd vonden we dat op dat moment ook eigenlijk gewoon heel erg belangrijk. Ja, wat je met mooi dingen hier, praktisch oplossen. Het field en de sale. Die je niet reduceren, maar in grauw. Ja, daar hebben we voor wel goede afspraken moeten maken. En dat had ik wel mooi het sentiment en emotie te maken. Maar ik, maar de continuïteit. Ja. Want er moest wel korbal op het warpen houden om die onwas weer op orde te brengen. Om die herkenbaarheid met eigen spelers en speelsters eruit te houden. En dat heb ik steeds bezocht. Ik in Waten, ik nou weer in Akrum. En dat is wel de basis. Dat is de breedte die nodig is om op de top te blijven te kennen. Ben je tevreden nou, Saffelier, over het hele proces? Of ben ik echt toekeltje in best dat je zei, oh wat zie je misschien? Nou, ik ken net samen een artseer kan ik opnemen. Eigenlijk is het
is het vanaf het begin af aan is het gewoon heel goed gong. Ja, natuurlijk krijg je wat de discussie van goh, in de selectie binnen maar Saffel uit Reduzum of Saffel uit Grauw. Ja, dat harst altijd. Maar in ieder geval, we wisten wel heel goed waar we mee aan de gong waren. En mensen hebben op een gegeven moment ook wel in de gaten dat, wat de meerwaarde ervan wie. En vooral ook bij de jeugd, wie natuurlijk op een gegeven moment discussie van hey, mensen die moeten misschien meer reizen. Moeten misschien in Grauw trainen in plaats van Reduzum of oorsom. Ja, daar zit je dan lang over te praten, maar dan blijkt gewoon dat ouders, als ze iets goeds krijgen, dan willen ze het altijd wel. Willen ze altijd wel ridden voor in band. Dus ja, op een gegeven moment weer, dat is ik net een hobbel meer. Dat wordt ook steeds makkelijker, hè? Ja, natuurlijk. Maar ja, je kent ook wel ik al wat dieren natuurlijk, hè? Zeker. Ja. Ja. Ik van Oudveld, de Seel en zo natuurlijk. Ja. Dus je hebt daar ook wel wat een klik mooi in kwander. Ja, dat is al van vroeger geweest dat Us Huid, maar Jaap Heerster en Hans en Koos Wieling daarvoor nog het toernooi destijds organiseerden. Ja. En we hebben altijd wel een nou, die benadering en die gearworking is gewoon hartstikke belangrijk. En als dat goed is, dan zit het in de kern ik wel goed en kan je dat ik opbouwen. En dat is wel heel mooi, denk ik. Ja. Hoe bijzonder wie voor jou dit hier 2018? Want ja, de doelstelling is hegerop natuurlijk. De doelstelling is continuïteit. En dan heb je zo'n seizoen, zo'n hier. Dat maakt je hem heel goed in. Ja, klopt. Ik had natuurlijk vanaf juni ben ik nou weer voorzitter. Daarna weer gewoon supporter en deed ik een heleboel soort dingen nog voor de club. Maar als je dat volgt is het natuurlijk fantastisch hoe je 2018 en wat we al je dieren hebben. Ja. Ja, en ik ben er gewoon trots op dat we dat binnen de selectie met een heel soort eigen mensen dieren hebben. Ik ben ook griezelijk trots op de technische staf die er ook griezelijk hard aan werken gaat om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en als je gewoon ook ziet, elke keer ik op het veld of in de sale, hoeveel mensen er komen en hoe enthousiast iedereen is. Die joert me misschien een beetje meer matten, maar oké. Okay. Ja. Ja. Maar wel spektakel, dit ja, absoluut. Absoluut. Het ook een oude bakje. Ja. Uw spinningmeester is heel blij, Joert. Ja, zeker weten. Ja, dan denk je dat erom. Albert, hoe zit je er om? Wat voor gevoel is je dit hier? Ja, ik zit natuurlijk maar een beetje maar op een afstandje. Ja. Oh. En het is natuurlijk wel weer echt pieken conform de doelstelling. We willen graag een stabiele hoofdklasse blijven. Ik denk dat dat nog steeds het uitgangspunt is. En natuurlijk, ik heb een veel te stapje waarom die naar de eerste klas. En om dan mogelijk die veerkracht te halen om weer om te komen. Maar ik nog steeds die horizon duidelijk voor het eeg te horen. En dan is het geweldig dat het in één hier toch een dubbel Annex weer heel dichtbij komt. En dat is geweldig. Ja, Joekie, dat ik voldoening dat denk van hier heb je het ooit verdiend. Want dan ben je eigenlijk een sportman. Ja, maar dat is het Annex net bij stil. Want het is zo organisch groeit Annex. Dat geen heilig matten is of zo, maar de basis eronder wordt steeds meer solide, denk ik. Totdat we een goede breedte hebben, de massa hebben en dan komen de successen ik wel, denk ik. Ja. Binnen er alles orenverenigingen, orensportverenigingen, van hele oren sport, bij je best. Want je bent een voorbeeld van heel veel verenigingen. Ik weet dat dat we eens een keertje moesten spelen bij Opvo in Maassen. En toen ik voor de tijd een gesprek met een delegatie uit Den Haag. Met jouw vereniging in Den Haag gewoon eigenlijk hetzelfde model als USA. Had ik daar nog in de kranten staan, de Haagse Courant, van Mid-Friesland voorbeeld voor. VDW en ASCO in Assen. En zo zijn er wel meer verenigingen die met u in gesprek werden binnen. Om te zien van, hey, hoe kunnen we maar ik hoor sporten? Hoor sporten nog net. Nee. Tenminste, dat kan ik me net voorstellen. Nee. Nee. Ja, korfbal is korfbal, Walder. Hè. Dat is een bepaalde familie. Dat zit in een bepaalde kring. Daar ga je net zomaar even uit en daar komt ik net zomaar even in natuurlijk. Hè? Nee. Nou, ik ben wel tijdje dat we in feite in het begin wel heel erg de meewerking van de bond in hand hadden. Ja. Omdat wij heel wel een soort status apart te krijgen, omdat het eigenlijk bestond net zat wij het woorden. Nee. En daar hebben we toch alle verromte van gekregen om het uitwisseling van spelers en zo wat makkelijker te maken. En dat we wel, dat kan wel heel goed uit. Ja. Al, Jim, 2018 sluit gevoelsmatig heel goed aan. Zeker weten. Dat was zeker. Geweldige prestatie. Lok Weeske. Dankjewel. Top. Ja, wij zullen maar samen uit praten verkeer. Maar ja, dat rent wel eens wat uit natuurlijk. Dat werd we knippen en skeren en plakken en wat dan ook meer zijn. Maar de intermezzo ertussen trof, dat ging hem ontrof. Want we hebben Joop Spiekstra regel om je dus muzikaal te ondersteunen. En dat is alleen maar positief en leuk. Voor wat hoort wat, hoort wat voor wat en wat dan ook meer zijn. Succes Joop, knal erin. Help mij jongens, viel mij jongens slap. Drink en rook de volle ken het op. Hij je noorden dier op mijn bak. Alweer een eerzame.
prachtige wedstrijd voor mij hier. Help mij jongens, shit no op. Hang in team met deze haast op. Straks geeft het net trok, dat wil ik net. Nooit verder een eenzame. Even een applaus voor Joost Spiekstra, dan kan ik direct even hier dat het geluid een beetje in de zeel goed is. Maar dan stel je een geweldige Joopje en zei een optreden wel. Dat is echt een favoriet voor de country nummers natuurlijk. Duidelijk in de microfoon. Ja, tegen de microfoon, dames. We hebben hier namelijk Lotte Schrijver en Anke Rinsma onder de tafel zitten. Met Spot in Grauw in weerwerking natuurlijk, maar de koppelvereniging van Mid-Friesland en al die mensen die erbij binnen. En wij nemen opname. En de opname die kan morgen waarom zien op social media en de websites natuurlijk van de KV Mid-Friesland en Sport in Grauw. Walter. Ja, twee spelers, speelsters naast mij. Even me komen vrouwen, hè, naast de partij. Ja. Hoe ja, zeker. Hoe is het, Anke? Soer. Ja? Ja. Hoe zit het erom op een wedstrijd? Ja, heel rollercoaster eens. Hey, ik kom er gelijk achter. En dan, we beginnen wel trouw. We lieten de kop net hingen. En dat is natuurlijk ook wel gebeurd in het verliezen, maar we beginnen wel trouw. En vervolgens kom je ernaast, pak je een Lietgatsi. Ja, dan is het jammer dat je dat naar trouw loopt kennen. Te weinig scoort in de eerste helft, of niet? Moest mee helpen. Eerste helft weer 12-15, of net. Ja. Lestie ben wel aardig in de scores, dus ja, dat is al een gesprek wat te min. Ja. Ja. Lotte, hoe ging het bij jou? Hij is laatst een knibbel. Ja, ik denk dat we de eerste helft vooral weggegeven hebben. En SEO was gewoon veel feller en dat misten wij een beetje. En de tweede helft pakken we dat nou goed op, alleen ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. Weer een dreige wedstrijd voor jou, hoor. Tweede helft pak ik het voor mezelf denk ik wel goed op, maar de eerste helft schaduw ik me een beetje weg en had ik misschien wat meer op moeten eisen en dat heb ik niet gedaan. Wie de spanning? Je moet zelf voor het publiek erbij of niet? Tuurlijk is er altijd spanning, maar dat is ook gezonde spanning denk ik. Dat heb je ook nodig voor een wedstrijd om je goed op te laden. Maar ik had niet door dat er zoveel publiek was dat ik echt extra spanning had om te spelen. Nee, dat niet. Nee. Anke, hoe heeft die tarie tot deze wedstrijd van je hoort? Ja, wel heel goed. De wedstrijd werd altijd heel erg met taal even in. Waar ik al iets jaren mee bezig ben van tevoren dan mijn oren wedstrijden. Wel een stukje extra spanning, maar wel maar een hoop beleving en maar een hoop nog. Ja, ik denk dat je een heerlijke training hebt van de week. Want ja, wat ging het geweldig vliegen week, hè, Tjeroda? Ja, zeker. Ja, dan hebben we tienzie hebben we even een dagje vrij gehoord, even rust. En tonzie hebben we lekker getraind, ontspannen, goed. Vel. En we bevreten jongen even naar een machinaal tafeltennisclinic gewoon. Dus we zijn nou eens heel ontspannen richting de wedstrijd gong. Ja. Lotte, hoe is het even het seizoen dit jaar? 2008 voor ons, kampioenschap, alle wedstrijden naar mooi spelen, ja. Vaste basisplek. Klopt. Hoe is het weer om? Ja, nee, ik denk dat wij een fantastisch seizoen gehad hebben en gewoon bereikt hebben wat we wouden bereiken. Ook wel een paar mindere wedstrijden tussendoor gehad hadden, maar elke keer wel ons wel weer tot ons niveau terugknokte. Dus we kijken hartstikke goed terug op dit jaar, ja, zeker. Ja, dan wil je kampioen. Ja, wat een lading, hè? Ja, en dan nog twee keer kampioen, zowel zaal als veld. Ja, dat is geweldig. Je wil het bereiken en dan bereik je natuurlijk wat je wil bereiken. Dat, ja, helemaal geweldig. Ja. Anke, is dat voor het seizoen verwachten? Eerlijk zo net. Nee. Nee, het is natuurlijk wel de doelstelling, maar dat het als dat snel behellen werd, zo ik net dacht. Nee. Ja, je pakt het als team ook heel goed op, hè? Het klikt ik maar voor, hè? Ja, zeker. Ja,
Zowel in het veld en buiten het veld. Wat gezellig. Ja. Wat is je grote kwaliteit? Dat we een hoog vanuit de roulage spelen. Vanuit alle hoeken en kansen wel gevaarlijk wijzen kunnen. Ja. Wat er door zo stond begin van het seizoen, misschien kan ik het wel net combineren met mijn werk. Klopt. Lukt dat wel? Nou? Ik plan alles eigenlijk om het werk, alles om het korfbal heen. Op het veld heb ik heel vaak tijdens mijn nachtdiensten toch wedstrijden gespeeld. Dus dan werd ik wakker en dan ging ik spelen en dan ging ik toch weer slapen en dan in de nacht weer aan het werk. Nu is het iets makkelijker te combineren omdat we best wel wat wedstrijden hebben op zaterdagavond. Dus dan kan ik eigenlijk gewoon een dagdienst werken, want die zijn tot 4 uur. Of dan een nachtdienst, maar ja, dat is niet ideaal. Dus het is nu iets beter te combineren, maar ik plan eigenlijk alles eromheen. Ja. En door de weken, 3 keer trainen in plaats van 2 keer vorig seizoen? Nou, we trainen wel 2 keer. Alleen, of tenminste op 2 dagen. Alleen het kan zijn dat je op dinsdag dus van 6 tot 7 al trainen hebt, individueel. Maar het is wel 2 dagen, dus dat scheelt voor mij. 3 dagen was voor mij eigenlijk niet te doen. Maar nu 2 dagen is prima. Alleen ik kan op de donderdag garanderen dat ik er ben, maar op de dinsdag niet. Dat is altijd afwachten van mijn rooster, ja. Ja. Maar het is werk weer. Ik heb het KV met Friesland 10 net vol. Hè. Ik stap hier nog wel even in bij zijn lijfsturing. Maar ik heb natuurlijk hier een hekje nooit volgen. En als je een keer hier zit, dan liggen ze sprekend op die mem, hè? Op mijn mem? Ja. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Zeg, ik ken je nooit een mem wel wat hier uit het verleden. Want ja, ik ben natuurlijk oud-reduster. Ik doe mezelf wel voor dat ik nog grootste ben op de been hebben. Ik ben gewoon reduster. Ja, en als je daar staat, dan denk ik, ja, sprekend mem. Anke, Rinsman. Ja, en zie je er ik trouwens, hè. Maar, ja. En mem met Rick heb ik als jongen. Ze volgen je daar op een voet natuurlijk, oh net. Ja, zeker. Ja. Je bent trots op tijd. Je bent super great. Ja. Ja. Ja, ik wil niks missen. Nee, maar ik hier die zou wel omstaan, misschien, want ik dacht, oh, dit is Anke Rins, man. Oh, dat is weer. Dat kun je weer, hè? Geboren naar buiten, boy. Ja, klopt. Nou, hartstikke mooi. Hij weet alles, hè? Nee, ik heer me niet meer wat je. Lotte, verwachtingen 2019? Ja. Ik denk dat wij gewoon als doel hebben om te handhaven, zowel op het veld als de zaal. En op het veld staan we er op dit moment natuurlijk heel goed voor. Ja. Maar straks moeten we nog wel aan de bak, want we zijn er nog niet. En nu in de zaal, ik denk dat wij SCO dan vandaag eigenlijk hadden moeten pakken en onder ons moeten houden. Zowel Unitas, die moeten we ook onder ons houden. En dat we mogelijk nog bij andere ploegen toch wat puntjes kunnen sprokkelen. En zo ons proberen handhaven. Dat, denk ik, wat we willen bereiken. Ja. Anke Verdij? Ja, ik kan me helemaal bij Lotte aansluiten eens. Ja, op veld doet het natuurlijk verrassend goed. Zien dat we het aan centraal kunnen. En in de CL, ik verwacht ze wel dat het goed komt. Maar ja, we moeten wel in om vechten. Ja. Ja. Nou, het moet helemaal goed komen volgens mij. Ja, wat we aan niet constante spelen ging, dan komt het helemaal goed. Fijn dat je me, ik en u zo aan de tafel hier zitten we een rommelikje op het seizoen 2018 en we zijn er natuurlijk bij. We volgen de wedstrijd. Bedankt. Ja, met bedankt. Bedankt dames en neem me naar hier. Proost. Beste we klaar voor je open? Ja, hij draait. Oh, dit is een hitsingle. De hitsingle. Ja, ja, ja. Men kan mij nooit zo'n soort vertellen. Ik heb het je naar mijn zin. Zo kreeg de marren en de graaien. Dan weet ik weer dat ik dus ben.
dan wil ik gauw weer naar huis. Ben ik dan wekenlang voor best, dan wil ik gauw weer naar huis. Als ik dan weer omriep, viel ik mijn echte Friese roes. Want dan nog één keer het refrein, hè? Nee, één keer het refrein. Oh, ik ben een echte Fries, trots als een pauw dat ik dat ben. Oh, ik ben een echte Fries, trots als een pauw dat ik dat ben. Ja, ben dacht ik even wat opnames, hè? En dat zal ik nooit veroordelen, omdat ik hier geboren ben. Nummer 1 in de Frieske Web top 10 in het jaar 2018. We gaan over naar het live gedeelte van deze zondagmiddag. We gaan over naar Sport in Graal. Applaus voor Joop Spiekstra. Ja, dat is Jerry de Wooijer. Maar ja, ze zijn een nieuw eerste natuurlijk van deze wedstrijd. Van Mid-Friesland en SCO. Helaas heeft Mid-Friesland dat verlemd met 24-26. Maar dit was in ieder geval de hitsingle van Joost Spiekstra. Ik ben een echte Fries en dat ben je natuurlijk maar snel. Zou ik echte Fries hier om tafel, Walter? Hè? Absoluut. Martijn, Wessel. Nou, eerst maar naar Wessel. Hoe frustrerend zit je bij Bangjoerd, Wessel? Ja, heel gefrustreerd. Ik bedoel, dit binnen wedstrijden waar we jarenlang voor een oegangslossen verknakt hebben. En ja, dan wil je graag tussen de SEO spelen. En dan pak je krek aan het einde, 2 minuten voor tier, pak je Tjerode nog een gele kaart. Ja. Wat blijkt dat je in te vol is. Ja, dan zit je jezelf heel wat op de fret op de tribune. Hier is de Vlienwieken voor terug. Het is mis? Nee, ik... Ik kwam in de kantine en mijn zoon bij Skorst. En ik was ervan overtuigd dat ik net Skorst was. Ik wist al eens ik net meer wanneer ik die gele kaart pakte. Dus, ja, ik wist het net meteen, maar later weer vrij snel duidelijk dat het toch niet te volgen was. Ja, nou, dan zit je hier op de tribune. Ik heb hier wat volgen. Ja, ik zie het naast hem. Zie je het naast hem, ja. Is het alweer wat rustiger geworden dan net? Ja, de adrenaline die is weer wat zakken. Maar ja, je probeert je dan op een mooie manier... je teamgenoot te helpen en dat is bijvoorbeeld met Martijn hebben we eens wat eer contact dat we proberen eens wat op te peppen maar we... en daarnaast ben ik gewoon ex-supporter van Friesland natuurlijk dus ja. Ik mag hij graag hij wil je rusten word ik even met de meesten praten in de kleinkamer maar dat mocht net nee ik zou nog of het weer rust ik denk nog ik heb nog de kleinkamer misschien nog wat is maar nou, dat wordt me toch vriendelijk adviseerd om dat net te doen. Martijn, hoe zit je toch weer om op een wedstrijd? Ja, natuurlijk een hartstikke mooie wedstrijd met veel strijd en beleving. Dat hoort natuurlijk bij een derby. Alleen het kwartje viel net de verkeerde kant op eigenlijk, waardoor je hier met lege handen zit. En het zijn met 2 punten waardoor ze weer dichterbij komen. Alleen ik denk dat SCO de eerste helft beter was. De tweede helft komen we knap terug tot 24-21 en daarna gaan we weer uit handen. Wat natuurlijk zonde is. Ja, je ziet het lekker in de flow nou zo'n week en vorige week. Hier zelf dat gevoel ik. Ja, op een gegeven moment wel. Ik denk op het begin, toen ging het niet heel lekker. Tweede helft komen we meer op gang. Komen we inderdaad in de flow. En daarna laten we het inderdaad schieten. Omdat we in één keer dachten van wow, we staan weer voor. En daarna ging het toch weer de verkeerde kant op. Hoe zit het erom op het seizoen, op het jaar 2018? Natuurlijk een mooi seizoen. 2 keer kampioen geworden op overgangsklasse. Nou, nu hartstikke mooi dat we hoofdklasse spelen. En ik denk dat we het veld knap hebben gedaan met de tweede plek. Naar de zaal gaan we daar weer mee verder. En ik hoop dat we daar aansluiting bovenin kunnen vinden. En gewoon kunnen handhaven ook. In de zaal denk ik dat we meer punten hadden kunnen pakken. Maar niet slecht begonnen. Alleen hopen dat we na de kerst gewoon SCO pakken. En dan kijken we weer verder. We beginnen weer aan een nieuwe start in 2019. Kijk, that's the spirit, of net? Sorry? That's the spirit natuurlijk. Ja, zeker weten. Waarom pakken natuurlijk? Ja, die kansen nemen. Inderdaad. Hey, die 2 punten nemen we mooi naar Graal. Ja, daar gaan we wel vanuit. En dan gaan we ook verstrijden. Ja? Had Nijbloos gewoon thuis? Nee, dan net. Oh. Nee.
Toch even om het hoekje kijken. Dat wel even? Ja, toch wel even. Ja, ik kom nu wel eens een keer zien, her en der, met zo'n vriendenclub. Ja. Ja, ja. Feestvieren is denk ik nog wel. Dat ben ik nog niet verleerd. Ja, ik ben best wel net tevreden hier. Nee, ik neem het voorbeeld van aanvoerder over. Ja, nee, best graag. Wessel, we scrollen even in de laatste wedstrijd in de Seel doen kampioen worden. Uit bij Amazitia. Ja. Ja, dat wie als sporter zijnde, dan ja, daar leef je voor. Ik bedoel, twee bussen. We hebben sowieso een heel enthousiast publiek. Heel soort jeugd. En dit ging al je mooi naar Friese Veen. En een heel soort auto's die achter je zon kwamen. Ja, dat is geweldig. En dan, dan krijg je zo'n boost van alles wat er om die heen gebeurt. En dan hoop je in zo'n wedstrijd dat het de goede kant opvalt. En dat je het goed oppakt. En dat je in een bepaalde flow, wat Jims is... Die goed werkt en net dat je verstieven van de spanning. En dat kwam er op zich derde Friese Veen goed uit. We hebben op zich een moeilijke wedstrijd, maar ik denk wel dat we daar net ons beste wedstrijd spelen hebben. Maar we hebben daar goed spelen en ik denk dat we terecht wonen en terecht kampioen willen winnen. Ja, nou weet ik net zo dreig dat je hem constant hele grote verschillen hier. Hè? Je hebt het eigenlijk wel in harde zon. Ja, ja, op zich, eerste helft volgens mij. Ja, dit jaar direct bij Homme, hè? Dus dit, maar ze hebben zien wat je gebeurt. Wat is dit? Wat is dit nou? Een beetje de clown van de selectie, hè? Dit wat is in zijn hand? Dit is een kaart. Grootste kind van de hele selectie. Ja, geweldig. En wat gebeurt hier nou mooi? Nou, alle spelers een handtekening. Ja? Ja, super. Keurig geregeld via de club. Ja, nee, dat doet de club heel goed. Ze spelen heel goed in op een jeugd. En daardoor komen ze ik weer. En dat doen ze heel goed. Ja. Ja. Dan hebben we het grapje in de zeil. Dan nog het field. Dan komt het... Ja, het kampioenschap ik dichterbij. Hier is hetzelfde gevoel ik altijd al? Nou, ik maat is, ik speel hier nog een aantal jaren in de selectie. En we hebben ons altijd midden met roergangsklasse spelen. We neigen wel eens wat naar boven, maar we hebben nooit echt die titelaspiraties die we op eens kregen dat seizoen. En dat is dan in de CL, dan wordt echt het werkje. En je maat dan alle weken mijn top wezen. Dus ik mooi, dat is just nu, we hebben drie weken en vrij. Dat is best wel dreig om dan Den Argelijk er weer te staan. En, wanneer je kampioen willen worden, dan mag je alles winnen. Dus dat betekent dat je altijd de focus wezen moet. En dat heb ik goed in de CL. En omdat dan het laatste stukje field ik werd het dan, dat is best wel pittig soms. Ja. En Peter, ik wil een mooi van hem al zitten toen. Van hey, geen we ervoor emotional, kun je hem dat nog opbrengen? En toen winnen we uiteindelijk hebben we vrij duidelijk het nakel West. Van wij willen gewoon weer kampioen worden. Zo hebben we de tweede helft field ingang en dan. Het hier en daar hebben we nog punten liggen, maar toch uiteindelijk Tustje en Avo, weet je, ik bij wie een wederom een geweldige wedstrijd spelen. En het de concurrent, de titelwedstrijd, een geweldig winnen en mooi, volgens mij een stukje saai verschil. Ja, Martijn, heeft een goed hier hoor voor jezelf, want ja, dat wist de man voor de club, dat wist de jeugd, het grote talent vanuit de jeugdcategorieën altijd al spelen. Wist zelf tevreden hoe 2018? Ik denk dat ik veel geleerd heb het eerste jaar. Moet ik nog veel leren. Dan heb ik soms nog wel door in dit soort wedstrijden. Op tactische momenten. En leiderschap natuurlijk. Maar ja, ik ben nog jong. En ja, ik moet nog verder ontwikkelen. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Maar het kan nog altijd beter inderdaad. Maar ik ben wel tevreden over dit jaar. Dat we twee keer kampioen zijn geworden. En dat we toch wel als moeilijke tegenstander worden gezien door andere clubs. Daar ben ik wel tevreden over. En eigen ontwikkeling ook zeker wel. Ja. Nou, hartstikke mooi. Je bent tevreden toch? Ja. Wessel dat de volgende keer weer mooi zien SEO. Ja, dat goed is wel, ja. Had ik alle vingers horen, dan doe ik gewoon weer mooi. Martijn, hoeveel gele kaarten en zo staan? Van dit seizoen? Ja? Ik heb nog eentje op het veld staan, maar niet in de zaal. Oh, dus, dit best. Volgens mij kan ik nog eentje voor lopen. Nou ja, we hebben Wessel Noren natuurlijk in het team. Ja. Wessel hebben Noren. Heel belangrijk. Hier ben ik heel belangrijk bij geweest, maar ja. Het zij zo. Ja, dat is gebeurd. En dan mag je de hele week zien hoe je dat oplost. En op zich hebben we dat goed in, denk ik. Ja, nee. Jaco, we hebben straks nog wel even door met Peter. En, Jaco heeft heel goed in. Ja. Dus, chapeau en een goed naar hier te wens gewoon feest. Neem lekker, even een stukje kerstdeur, mooi. Lekker, man. Ik zie dat heel niet zien. Ik denk, man is zo uit. En neem een pilsje, ik wil er genieten van. En ook bedankt voor je komst hier. Yes, Jim, ik bedankt. Jullie bedankt. Okay. Want we matten trooi, hè? We matten trooi. Want ja, Joop die maat samen hier naar de kerst in de Sint-Pieterkerk. Dus succes, kwartennummers.
Sportingraal, te staan een beetje hier in Sporthal de Twine. I hear a train is coming, it's rolling round the bend. And I ain't seen the sunshine, since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and times keep dragging on. But the train keeps on rolling, up down the St. Andrews. When I was just a baby, my mama told me son, always be a good boy, don't ever play with guns. I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I think I'll feel and cry. I know I'll hear it coming, I know I can't be free. But those people keep on moving, it looks what doors just ring. One more time. Speakstra, mooie klassieker van Johnny Cash. Neem ik gewoon. Ja, de volgende gasten bij ons komen. Die in een vlot tempo voorbij natuurlijk. Hilde Faber en Klaske Touring. Ja, Frolie. Bijzonder hier voor jou. Hallo, voor jou. Sorry? Bijzonder jaar dit jaar. Hoe zie je terug op dit jaar 2018? Nou, we hebben natuurlijk een heel mooie start van het fieldseizoen. Waar de eindigde in de pool. Dus ja, dat is natuurlijk ongelooflijk goed. En ik denk dat we daar meisje nog wel trots op mij zijn. Dus dat ben ik zeker ik. Ja. Is van jezelf een goed gevoel daarover? Ja, ik denk dat we in belangrijke wedstrijden wel echt als een team daar stonden. En dat ik er zeker mijn stints aan bijdragen heb. Ja. Ja. Door zeker die bijdrage erin. Sorry? Door heeft zeker die bijdrage hier onderin. Hè? Ja, dank u wel. Wat voor speler best? Ja, ik denk dat ik een speler ben die een oerbed en matlid speel je. Dus ja, net per se een puntspeler, maar ja, meer op de achterkroon. En ja, ik denk dat ik bij het in een team. En, ja, en dan wist ik net niet wat op een achtergrond spelen wil. Dan was ik in het positieve lekker onwezig geweest. Dan wist je net om de bal even naar de man dat te spelen. Dan wist ja, je net. Dat hij wat remoerder hier natuurlijk. Ah, sorry. Zo ik in stilte ben, ik ging gewoon even trokken hebben. Nee, kies dan wel Fries. Ja, ik verzie Fries, zeker. Maar ik ken het net zo goed. Dan wist echt een onvolle speelster. Ja, dat ken ik wel best, denk ik. Ik vind persoonlijk dat mijn team er nog wel wat te helden hebben. Omdat het wat er vaak voor een man is, soms. En ik denk dat het daarom ik wel makkelijk in een meisje. Of dat, ja, dat het dan makkelijk meisje aan het zien standen. Omdat het, wat zij weten dat het dan vaak voor een man is. En ik vind dat wij alle vrouwen dames gewoon genoeg kwaliteit hebben om ik meer een afvallende rol in te nemen.
Dus ja, ik hoop dat we daar nog wat mee kunnen doen. Laske, hoe is je zo weer om op het 2018? Nou ja, vorig seizoen weer natuurlijk qua op korbalgebied wel een mooi seizoen. Ik kon eigenlijk net beter. En nou ja, nu ben ik weer goed starten. Dus dat is helemaal boven verwachting eigenlijk. Dus dat, ja, dat jou wil vertrouwen. Maar ja, nou in een sale ja, is toch wel iets harder werkje. Ja, je hebt erbij in. Ja, maar de mond uitdraaien. Ja, hun merk liet maar hun vierde punt. Hoe zit het erom op de kampioenswedstrijd voor jezelf? Op Seal of Field? Field, Seal. Ja, de Seal, dat was natuurlijk al hartstikke mooi. Dat we misschien allemaal zo'n bus gaan en protte sfeer. En ja, dat is dan wel heel speciaal. Dus ik hier voor mezelf, ik was zoiets van, je bent natuurlijk zenuwachtig. Maar je matte, ik wil proberen om ervan te genieten. Want dat vieert je soms nog. En ik denk, ik hier wel echt zoiets van, oké, ik moet er wel ik even bij stilsteen van deze mensen die nou je mooi. En nou ja, net balen van een liedse dingetjes, maar gewoon trok in. En dus uiteindelijk weer dat natuurlijk een prachtige dag als we weer omschust. Ja. Wat had ik dan zo'n klaske jij is hoor, dat denk ik. Nou, dezelfde stem als mem, hè? Ja. Ja, nou ja, ik ken harte mem ook over het hier natuurlijk. Ja, dan val ik weer in het verleden, maar ja. Dat hij mijn man van 74. Ja. Ik denk waarom dat. Ik denk dat het net gebeuren is. Dat ze mij net gebeuren. Maar ja, automatisch hier uit het verleden erom. En dan denk ik, hoi, mee. Ja, die ben er ik trots elke keer bij natuurlijk. Ja, 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 maar ja, echt klaasje. Een hele prot. Nou ja, ouders die vleren oeral heen. Ik al, get ik in bus. Dan komen ze gewoon met de auto en carpoolen. En ja, dus dat is hartstikke leuk. Dan soms verwacht je hierin en dan zie ik op de tribune en dan denk ik, jeetje. Ja, leuk. 2 uren rieden en dan zitten ze er weer. En dan heeft uiteindelijk nog wel weer ja, van een stuk of 20 supporters. Terwijl ze dan eigenlijk denken van, nou, ik weet net wie de nootste gek is om te komen. Ja, dus maar hartstikke ze mooi. Gek ben ze wel natuurlijk. Ja, dat was, ja, dat is ja. Zeker, maar ja, Klaasje, ja. Van vorige week, ja. Na de wedstrijd in Roda. Ja. Nou, ik heb al een paar leuke foto's uit die liet ik niet zien. Oh, het is wel keurig waarin. Ik wil maar even in de foto's dukken. Wat ik er niet zien. De mooiste in zien. Ja, ik wil. Houd de man van Klaasje. In de foto's. Oh, de jongen. Oh, wees wel. Gelukkig. Dat is niet de kracht van dit programma, dat we uitwalen, maar ik net serieus, want ja, we rennen naar de oude hier. Ja. En ja. Dat is vorige week 30 hier worden. Klopt, ja. Ja, ja. 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 15 ja, december. 15. Flink week, hè? Ja. Jeldo, hoe is je sto waarom op de eerste helft dan van de sale-competitie nou weer waarom? Die size wedstrijd die hem gewoon hebben. Ja, ik denk dat het allereerst gewoon heel jammer is dat we nog zo weinig punten hebben. En ik denk dat ik wil merken dat het zaalspeeltje oors is als het fieldspeeltje. En ik denk dat ik wil kunnen sissen dat het fieldspeeltje misschien wat meer leidt. Ja, ik denk dat ik op moment mijn west bij wij naar Scherpie in mijn journal een bepaalde wedstrijd. Ja, dat ik wel meer inzet hier. En dat we er net als team stonden. Hè. De weken voor Roda is maar hebben we in buikel zitten en alle kopjes weer even dezelfde kant op kregen. En ik denk dat dat in ieder geval voor die weken wel heel veel verschil gaat maken. Absoluut. Dus ja, ik hier eigenlijk hoop dat het dan helemaal terug zou zetten. Maar goed, ja, zo wie doet ik goed en ja, skaten misschien wat makkelijker. Wat zuiverder dan is. Dus, ja, ik heb nog steeds wel alle vertrouwen in dat het gewoon weer helpen om erin te blowen. Alleen ik moet er nou wel realiseren dat er wat meer druk op zit. En ja, de eerste helft is west. En ja, alle wedstrijden die er ook in komen, die zijn gewoon belangrijk. En ik heb het vorige week mij maken. Ik weet gewoon wat er gebeuren, wat er gewoon punten bakken. En anders wordt het heel moeilijk. En de field zit dus met Friesland. Ja, ja zeker. Nou, Klaske, even de wedstrijd nog even van Vlieme Roda. Want hier is de mooie jullie cadeautje, hè? Vorige week? Cadeautje. Cadeautje, ja, dat was prachtig, ja. Ja, dan, ja. Dat ja, het toch ik wel weer geholpen. Dat is dan even weer als team bij elke komst. En
nou ja, wat dingen trots praat en dingen die misschien net uitsprutsen worden, toch even met nou ook weer uitsprekst. En nou ja, dan zister ik wel weer als team. Maar ik vind toch altijd ik wel weer interessant zo'n team. Wanneer steen je er al hier en hoe steen je in het field en hoe reageren mensen op elkaar? Het is al je, nou ja, moeilijk om dat al je goed te krijgen. Ja. En voor een coach is dat natuurlijk helemaal wel een ding, want iedereen is weer oors en dat mag al je maar omgekeerd kennen. Dus nou ja, toen, op dat moment had het wel heel goed werken. En nou ja, iedere wedstrijd is weer oors. Ja. Ik denk dat wij dit keer misschien iets te slap begonnen binnen, wat te twijfelachtig. Ja. Die we misschien iets meer lef tonen hadden. Ja. Zitten er nou wat leuke foto's bij? Foto, ja, zie maar ze even zien. Ik hoorde mem, nou, ik weet niet hoe laat het is. Dat weer bij mij in de huiskamer, toen hier bij een playback zit. Maar nou, wat horen mensen? Nou ja, de camera maar het al even zien. Maar dit weer dus hoorde mem. Jan en Klaasje. In de camera daar nog iets zonder. Nou, hoe lang is het? Nou, waren ze 30 volgens mij. Volgens mij weer klaar. Klaasje er nog net is. Nee, dat denk ik niet. Nee. Toen kwam ze nog helemaal los. Ja, toen kwam ze er helemaal los. Maar dat doet ze nog steeds wel, ja. Hè? Ja. Dat zit wel goed, hè? Ja. Hey. Vrolie, bedankt. Ja, ik bedankt. Mocht je er een mooie feestdagen van en tot volgend seizoen 2019. Waar ben je er ook weer bij? Nou, mooi. Hartstikke mooi. Je maakt fijne dagen. Ja, dankjewel. Bedankt, hè. Geen probleem. Jo, ben je weer klaar voor het volgende nummer? Ja, daar komt ie, hè. Hey. Even jezelf een beetje. Voorzicht om al dat bier, hè. S'avonds laat je mij alleen. En dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Je kent er echt wel een marge, jongens, daar, hè. Mijn gedachten doen zo pijn. Even oefenen, heel fijn. Waar zou jij vanavond zijn? Het is al 2 uur in de nacht. En ik die op je wacht. En ik maar met je alles wat van mij. Ik zit hier in een koor en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom, dat ik maar wacht. Ja, wat dan doe ik steeds, de hele nacht. Ja, ik maar dat je alles maakt van mij. Maar dat is na vanaf, voorgoed voorbij. Een leugen heeft gewonnen, van de traan. Wat ben jij voor een vrouw? Ik kijk doelloos naar het behang. Wacht op je voetstap op de gang. Kloppend lijden, stil verdriet. Wat ik voel, begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Is of jij me iets verwijt. Ik ben zo in onzekerheid. Jij denkt maar dat je alles maakt van mij. Ik zit hier in een koor en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom, wat ik maar wacht. Ja, wat dan doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles maakt van mij. Maar dat is daar vanaf voorgoed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de traan. Wat ben jij voor een vrouw? Yeah, ik maar dat je alles maakt van mij.
is naar vanaf, voor moet voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de traan. Wat ben jij voor een vrouw? Dames en heren, jongens en meisjes, okay. Muzikaal intermezzo door Joop Spiekstra. We schakelen nu even over in het Nederlands, want een van onze gasten hier aan mijn linkerzijde en voor de kijkers rechts is Jos en die verstaat geen Fries, dus Harm lol, maar Harm passing on. Dus Harm doet ook in het Engels even misschien even een antwoord terug, Walter. Nou Jos, ik wil toch even met jou beginnen. Nieuw dit seizoen bij Mid-Friesland. Ja, klopt. Hoe voelt het? Goed tot nu toe. Beetje dichterbij. Dichterbij? Ja, hartstikke goed tot nu toe. Mooie dingen al meegemaakt. We gaan er hard met z'n allen voor. We zijn er op zich goed op, dus ik vermaak me hier prima. Ja, de bewuste keus voor jou, nieuw seizoen, nieuwe club, hè? Ik had vorig jaar de kans al naar hoofdklasse te gaan. Toen heb ik gezegd, ik ga nog een jaar proberen met mijn eigen club. Dat is dus dit jaar eigenlijk door Mid-Friesland niet gelukt. De gesprekken gehad en uiteindelijk besloot hij hierheen te gaan om toch die stap over op te doen. Dan praat je met een trainer, coach Peter Tolsma, maar hoe komt hij op je over? Heel veel rustiger dan ik had verwacht eigenlijk. Oh, wat hebben we dan? Ja, rustiger. Rustiger? Ja, inderdaad. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee. Nee, je kent hem natuurlijk alleen van, wij hebben altijd hele heftige wedstrijden wat tegen elkaar gehad, kunnen we wel zeggen, denk ik. Ja. Dan is alles natuurlijk verhit en dan zie je hem eigenlijk hier gewoon rondlopen op het veld en als trainer en altijd, bijna altijd rustig. Dat had ik niet verwacht. Maar ik denk dat Peter een hele goede gast is en dat het gewoon helemaal prima gaat. Harm, hoeveel stond je thuis bij Mid-Friesland? Ja, ik vind hem hier ontzettend thuis. Ik speel hier al mijn hele leven. Eerst Stormfries en toen Mid-Friesland. Ja. Dus ja, ik ken hoop en ik vind hem hier ontzettend thuis. Ja. Ja. We gaan dan beginnen Albert en Hans hier even, de weromblik op de fusie. Is dat goed West voor jou als speler? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk. En dat zie je denk ik wel bij meer clubs. Ik denk als je echt wat wil bereiken, dan moet je. Er ben geen Leedse vereniging meer die op hoog niveau mooi draaien. Dus als je echt wil bereiken, dan moet je misschien wel samen. En bij u had dat wel werken, denk ik. Ja, ja dan moet je wel de koers krijgen. Die heb je grepen, hè? Hoe bedoel je? Om in een selectie te komen, in de basis te komen. Ja. Die haak kregen, daar ben ik heel dankbaar voor. En ik denk ik dat het voor het publiek, net om Jas, maar voor het publiek, thuispubliek, ik leuk is dat er spelers die vanuit de jeugd sjoen haar, dat je die dan in het eerste sjuggen. En ja, natuurlijk, Jas wil het ik fantastisch, Denner dan. Maar voor het publiek is dat ik mooi, denk ik. Ja. Sieders natuurlijk als jonkje had wel op de tribune. Wie die grote voorbeeld binnen de club? Ja, dat wie natuurlijk Marvin. Ja. Marvin Smorenburg. Ja. Ja. Sorry? Ja, ik vul om Smorenburg. Ja, Marvin Smorenburg. Ja. Hij doet er een hekken verstaan van. Wie altijd mooi om te zien. Inderdaad, was zoals we zien altijd. Als mansjes gingen we mooi, maar de bus oeral hinnen. En dat is gewoon. Dat, goede herinnering had ik er echt om vroeger, ja. Ja, Jos, voor jou, zo'n interage hier vandaag, wat gaat er dan door je heen? Ik kijk van tevoren natuurlijk die zaal rond en dan, het is helemaal vol, de tribunes zijn vol, er zijn extra banken en stoelen neergezet. En denk je toch wel bij jezelf, het leeft echt en hier doe je het toch wel voor, dat er dan zoveel mensen komen kijken. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en je hebt nu een vast plekje eigenlijk, hè? Sorry, wat zei ik? Een vast plekje in de basis nu. Ze kunnen niet meer om je heen. Ik heb 2 maanden niet in de eerste gespeeld doordat ik mijn pols gebroken had. Ja, gevallen van de trap volgens mij. Nee? Ja, klopt. Ik ben met hoe mijn eigen. Nou? Ik was aan het koken en ik was gewoon tussen mijn kamer en de keuken heen en weer aan het rennen. En toen van de trap geleden met mijn eigen lichaam echt op mijn pols geland. Okay. Ja. Dus ja, helaas. Dus toen poos niet gekorbeld natuurlijk. En nu weer teruggekomen, 2 wedstrijden in 2 gespeeld. En gelukkig weer de kans gekregen om in 1 te staan. En ik ga er nu zo hard mogelijk voor om lekker die punten te gaan pakken weer. Ja, wat ik wel mooi vind, de concurrentie moet aan de bak, want Jos staat er ook. Zo'n gevoel gaf me dat vorige week al. Wat zei? De concurrentie moet aan de bak. Want jij staat ook voor een basisplek in ja, de rij. Ja, klopt. We vechten er met z'n allen om en ik denk dat dat goed is. Want dan hou je elkaar scherp. En ik denk ook dat, in principe...
Jacco die valt er dan nu helaas net weer buiten. Maar je ziet dat Jacco het gewoon de afgelopen wedstrijd hartstikke goed gedaan heeft. Ook al zijn goals meepakt. Ik denk ook niet dat het een verzwakking of iets dergelijks zou zijn. We gaan er gewoon lekker hard voor met z'n allen en we komen er echt wel. Ja. Harm van Dijk, kampioenschap. Field in de zeil. Just waarom? Van vorig jaar bedoeld. Ja. Ja, dat is fantastisch. En het eerste en het tweede. Dus dat is. Dat maakt je net vaak mooi, denk ik. Nee, dat. En mooi, ik. Die laatste wedstrijd toen, daaruit. Toen is het ook mooi vast. Ja. Ja, dat de sfeer wie goed. En dat vind ik gewoon fantastisch om mooi te maken. Ja. Dan de zeil, maar dan doe je met ik nog even op het veld. Ja. Dat is Alex verrassend. Je verwacht je net, hè? Nee, dat weer een mooi, weer een mooi seizoen. Absoluut. Absoluut. Ja, denk je deze laatste week van december ik nog wel eens om? Ik had Johannes, zijn vriendin, die had een boek maken van Aron's seizoen. En die zit bij mij op mijn kamer. Dus altijd dat ik dat boek zie, dan denk ik er sowieso wel weer om. Dus dat komt vaker nog weer om. Ja. Hoe is de communicatie onderling? Hoe is de communicatie onderling met de spelers en zo? Wordt er constant bij de trainingen ook Nederlands gesproken? Hangt van de trainer af? Nou, in principe kunnen we gewoon nee zeggen. Nee, als ik het echt niet begrijp, dan vraag ik gewoon iemand anders van de spelers van jongens, samenvattingen, wat gaan we doen? Ja. Maar over het algemeen, nou, de details volging echt maar alle grote lijnen, dat is geen probleem. Maar hij mag dat ik maar een beetje leren, hè? Ja, hij moet het leren, hij moet het leren natuurlijk. Hè. Het gaat nog niet zo heel snel, moet ik zeggen. Maar hey, Bolly, je voelt je wel thuis binnen de vereniging? Ja, ik ben voor mijn gevoel heel snel in de groep opgenomen en ik denk dat ik het met iedereen goed kan vinden. Dus dat is absoluut geen probleem. Waar kom je vandaan dan? Ik speelde bij AVO vorig jaar. Ja? Uit Amsterdam, maar ik woon nu al een aantal jaren in Groningen. Oh, okay. Dus ik rijd nu naar elke training en wedstrijd. Dan van Groningen rijd ik naar Friesland toe. Je hebt de spelersauto toch? Ja, met de spelersauto. De grijze auto die hiervoor staat. Ja, die staat hier voor. Voor de sponsor. Harm rijdt ook altijd gezellig mee. Die komt Harm woont ook in Groningen. Studeren jullie in Groningen? Ik studeerde er. Ik ben net afgestudeerd en ik werk nu boven Groningen. Oké. Okay. En doe je de eerste in Grijns? Ja. Wat voor richting? Ik doe sportkunde. Kijk, ja, nou, mooi kijk, toch. Kijk. Juiste man op de juiste plaats. Ja. Heren, bedankt voor het mooie seizoen. Ik vertwat hoe is Njorgetje de allerbeste wensen natuurlijk. Sportief seizoen, maar ik gezondheid. Hetzelfde. En maak er weer een mooi seizoen van. Ja. Bedankt. Dankjewel. Je bedankt. Voor de komst. Cheers. Joop, heeft nog even wat op een plank lezen? Ja, hij schakelt gelijk in, hè. Hey, we kennen hem, hè, hey. Ja. Nog klaar. Nog een paar sprekers. Eén spreker nog. Twee sprekers. Ja. Als met een drankje naar jouzelf vernoemen, dan zou je heel de avond bij me zijn. En als de natte hemel vult met sterren, dan voel ik jou van binnen hier diep in mij. Als met een drankje naar jou zou vernieuwen, dan dronk ik jou natuurlijk altijd nu. Van binnen hier, diep in mij, als men een
zou ik aan je knippen. Alsof ik heel de avond met je vrijheid. Ja, ja, beroeren met mijn lippen. Oh, ben je nog zo ver weg van mij? Oh, ben je nog zo ver weg van mij? Joost Piekstra, zeker. Ken u klassiekers? Hij weer mooi, hè? Goh, wie zong dat ik altijd al weet het nummer? Dit is van Willem Bart, hè? Willem Bart, ja, met TH. Ja. Ja. En de gasten die hebben we plak voor natuurlijk. En zoals Handel weer dicht bij de microfoon praten, want we hebben Anke Jedder hier rond. Yes. Testing 1-2. Yep. En Peter Tolsma die schoot hem ook even rond. Nadat er zijn verliers incasseerd had natuurlijk. Heeft het verwerkt, Peter? Nou, net helemaal. Nee, Walter. Wij gingen het mis, Peter? Ja, wij gingen het mis. Ja, dat vreeg je altijd al als trainer. Het ging de eerste helft mis, omdat ik vond dat we verdedigend de staken net genoeg uitvoerden. En SEO te vol in de wedstrijd kwamen lieten. En daar hebben we de hele wedstrijd achterom gedaan. En ja, dan zeur dat er het vertrouwen toch wat aanneemt. En we konden net echt in die spul komen. Dan zeur ik zo'n tweede deel van die eerste held, ja, daar scoor je een bol. Daar kom je een bol bij. Nou, dat was goed. We blijven bij. Maar het was nog steeds niet goed. Ze willen onverhandeld als verdediger net. En tot de rust weer het aanhaken. Ja. En gelukkig weer het verschil met vier, dus konden we een hakje. Maar ja, SEO weer de eerste helft, de boven is de partij. Dan Chuck, tweede held, weer diezelfde omkeer wat je vorige weekend, ik eigenlijk bijvoorbeeld hier, je pakken de flow op. Het begint te draaien. Het begint te scoren. Ja, we doen zowel verdedigend als onvallend. Het waren heel volle beter. We komen in verdedigende afspraken naar. Onvallend geven we een snelle baltempo beter kansen creëren. En dan valt het even. En dan zijn we weer in een fase dat we heel leuk en goed karballen kennen. Goed karballen? Ja, goed. Maar aan de andere kant verbaast je wel aan de kant dat je twee draaien voorkomen. Dat je eigenlijk een bepaalde ontspanning jou maakt. En frivole trotspolie maakt. En dan verkrampen we toch. En net alleen gewoon vallen, verkrampen, maar verdedigen net een goede keuzes, maatje. Nou, dat is dan wel weer teleurstellend. 6 minuten vertiend, steem 2 goals voor. Dan denk ik rust horen. Hier hetzelfde gevoel ik. Nou, wel rust horen dat je goede dingen van maakt. Korbel is verdedigen en onvallen. Verdedigen maar je die dingen van wat je maar kan praten, hoe je bepaalde spelers verdedigen maakt, dat maar je volhouden. Dat is een kwestie van concentratie. En onvallend, maar juist het baltempo heen gehouden, want dat is uw kracht. En dan een goede kans nu zie je, maar wij gongen te vol in de trechterkarbal. En dat is net uw sterkste. En als ze dan net vallen, ja, dan ringen ze een nederlaag op. En in mijn negen de laatste fase een onnodige nederlaag. En dat is, komt het om. Ja, wat ik vorige week wel mooi vond, ik pak Anker er even nu, die hier een echte opdracht. Die had het zinstonde finaal van het veld spelen. Had net een goal uit. Wat was het? De tjeerstander Flien Wieke van Anker. Ja. Die speelde een geweldige wedstrijd, Anker. Die voerde echt de opdracht uit die Smajon hier. Ja, maar die ene week is de andere week net. Nee, dat bedoel ik niet. Ja, en hoe dat kan, weet ik net. Ik heb zelf de eerste helft een aanvoerdersbaan van haar lusten. Want ze weer meer met de aanvoerdersbaan bezig met korbal. Maar ze is net in haar rol geweest. Nee. Dus ik vertien van de tjeerstander die helft wat toch wat uit de wedstrijd. Maar wie is Flien Wieke wel? Ja, maar ja. Ze doet het net mee opzet, maar het lukt net. Nee. Nee. Nou ja, dan verlies je. Ja, hoe zo normaal. Nou, het komt weer door. Ja, ja. Jesper, we gaan even een aanmoediging. Jesper zit in het mediateam van met Friesland. Die heeft in van catering. Dat is in je van de. Ja, in je van Jesper zit je nog uit, dan blijven een pultje aan natuurlijk. Ja. Nee, maar het komt weer door. Maar ik ben heel blij dat we de competitie opzetten. Dat is net leuk. He, dat je 3 weken wedstrijd in elkaar. Maar ik ben nu heel blij dat we 3 weken wedstrijd in hadden. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat we daar wel winnen. Kijk. Dat is, ja. Ja, nee, maar dat meen ik. Ik vind dus in compleet in een betere ploeg. Wij hoe het net is uw beste kans in letten. Nou, dan maken we dan de hemmen wel. Hans, naar je voorzitter. Yes. Na je seizoen. Yes. Hoe wist er weer inkomen? Ja, hij staat altijd wel even op een zijlijn, mooi nom natuurlijk, maar. Nou, er weer al een trein weer in ieder geval wat net een verste invulling van het voorzitterschap.
wie de laatste jaren nog redelijk druk met mijn werk. En eigenlijk door het succes wat we op het veld hebben gehad, de laatste wedstrijd zien, toen we kampioen waren, zien AVO. Nou, toen kreeg ik wel één keer de kribbels. Ik denk, tikkie, alweer naar de hoofdklasse op het veld, ook hoofdklasse Seel. Ja, ik denk van een verzinnende vereniging in ieder geval een stukje vestig iets weer in de functie als voorzitter. En net dat ik dat wezen moest, maar ja, ik ben een heel lang west. En ik denk van, ik had er nou weer tijd voor. Ik ben in maart stoppen met werken, dus ik had wat meer tijd. En ik denk, ik stap ervoor. En ik, met alle plezier doe ik dat weer. En ik moet zeggen, ja, ondanks Joert toch wel een beetje bittere pil, ben ik trots op van wat we toch allemaal koor. En zeker als ik Joert zeg van wat voor, hoe christelijk soort mensen er weer in zo'n zeel zitten. Ja, dan ben je er echt heel erg blij mee, voorzitter. Ja, wat hij altijd zo zegt, dan wist je van media jouw wien al, wist van het begin onwezen. Een ras bestuurder, maar ook een uitvoerder. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ik moet leren om in ieder geval meer op de helikopterview te gaan. Dan het uitvoeren. Het jouwt een warm gevoel. Hè? Het jouwt een warm gevoel. Voorzitter, ja. Die helpt gewoon mooi. Ja, zeker. Dat jouwt het ik. En ik bedoel, wij zijn van wel een stabiele hoofdklasse worden. En ik denk dat het ik wel ken. Maar ja, misschien maar dan nog één of twee stapjes meer maatje. Maar met die man hier naast mij denk ik dat het wel goed komt. Ja. Want hij had wel zijn eigen ideeën erover. Maar je moet wel een totale vereniging tinken. En dat is in ieder geval mijn taak en wat ik ook beziek je. Ik ben vooral dwander om in ieder geval de mensen op een goede plak te zetten. Juist de verbinding te vinden. En in ieder geval ook gewoon meer dan als alleen maar selectie. Ik ben ook christelijk blij met de selectie en mijn technische staf. Had ik er straks ook al zijn. Maar ik probeer ook wel te zien van wat er al hieronder is. Ik vind als vereniging zijn, is de shirts wat er in Akrum op dit moment gebeurt. Met saffolle jeugdteams en zand enthousiaste ploeg wat er steert als begeleiders. Ja, daar ben ik gewoon hartstikke trots op. En dat moeten we net vierten en dat moeten we vierder uitbouwen, liet het mij. Wist een gespreid bedje komen? Want je hebt 25 commissiesectionen. Ja, maar we hebben ook 28 teams in de competitie. Dus daar ben ik de grootste van hier in het noorden van het land. Dus er moet wel wat gebeuren. En misschien dat wat efficiënter kan, maar oké, jouwt wel om dan heel soort mensen toch wel in ieder geval mooi libben en in commissie zitten willen en hun werk op een goede manier dwan willen. Ja. Peter, wat doen ze het echt je sportief jongen? Hichtepunt. Zo'n kampioenschap in de Seel is een veld. Wie 2018 meer alleen maar hichtepunten. Na je competitie in de hoofdklasse geweldig eerste veld draait en een redelijke eerste helft Seel, maar wat we toch wel afsluiten, maar een beetje een kater. Maar de trots ziet overheerst. We hebben enorme stappen gemaakt als vereniging en selectie. En daar ben je trots op. En lekker rusten blowen, trop bouwen. En in de breedte zit het goed. We hebben geweldige jeugd aan het zijn, een pro talent. Dus het takkeltje ziet er geweldig uit, maar 2018 weer fantastisch hier. Ja. Ik ben target van Joert. Ik denk, ik ken Peter al 42 jaar haast. Maar ook een keertst. Hij wint de Freule, met Germ en met André. Het is nog dezelfde Peter. Die ambitie, die uitstraling en de emotie. Want zoals het laatste in het interview, ik ben wel wat rustiger geworden. Maar ook die Joert werd tergisje, dan denk ik, dat is die Peter die ik zien wil. Ja, nou, ik ben wel verstandiger geworden, denk ik. Wol? Ja, absoluut. Ja. Oh. Maar je mag die coachen wat ik mij praat. Ja, maar je mag die coachen wat de groep verregert. En ze per week niet zijn, dat ze maar wat in de zeel wat timide voelen, wat rustiger. Zie je mijn enthousiasme, positiviteit aan de andere kant. Nou, dan mij dat ik wie je mooi zie. En dan mij er stingen. En je bent een verlengstuk van de groep en de groep bepaalt. En de groep is weer prettig op het veld. Dan mij dat waan, maar ik ben wel leek enthousiast. Dat is absoluut weer. Ja. 82 Peter. William de Freule. Dit hier staat Jesper in de finale. Je hem hoort de Freule ik woon. Hoe bijzonder weer dat voor die in begin augustus in Wommels? Heel bijzonder. Ja. Dat doet je wat. Ja. Dat zit er. Ja. Dit. Zo voelde ik dat toen ik Peter, want we kennen elkaar. We kennen elkaar al zo lang dat je denkt, dit gevoel had Peter op het veld. Jammer dat de kramp kreeg, Jesper. En ik denk, er zit wel een verrassing in.
dan zit er als coach op het veld, op het bovenstier. Dus moest wat rijken met Jelle IJsinga het veld op. Ja, een drama voor me, ja, een sportief drama. Misschien die week ervoor tol omloop ik eerst. En hij moest het brood wachten. En op dit moment hard op. Dat vind je jammer. Ja, ja, ze hebben een kans. Ze moeten die een keer. Dus we hopen dat nu ze maar leren dat ze van verrassen waar die kennen. Ja, Peter zou Peter aan het wijzen. Zou dat? Maar dan wist ik nog even bellen. In het begin, het waren weken van augustus, door die vrouw van puur passie. Oh ja. Rint van geen meter frustraties, malkoorts. Dus we moeten iemand hebben die dus weer positief op een lijn krijgen. En dat is Peter Talsma. Vrouw is PC in Weiden. Wat ja, doet dan Peter met die vrouw? Want dan hoest ze net te vertellen hoe ze keert ze leren moeten. Nee, maar het moet een team wezen. En ze moet vertrouwen in elkaar hebben. Ze moet weten waar ze goed in binnen. En je moet positief wezen en hun vertrouwen aan. En dan ben je heel liefste dingetjes wie het leidt tot succes. En dat ze vooral bij hunzelf loonmaten, in elkaar loonmaten. En het weer wat los aan. En ik heb het weer eens een balken te brengen en dat is lukt. En het zijn drie gigantische sportverhalen. Drie gigantische individuen. En de meiden was zwaar dat ze in elkaar loon. En daar hoef ik net zo vol onder te doen. Maar ik heb wel zwaar dat ze in elkaar loon en dat ze een geweldige prestatie leveren. Ja. Heeft dat horloge nog van Jontje 82? Ja, die heb ik nog. Die loopt bij mij thuis in de kluis. Ja. Toch, ik maak deze kans leven ongeriepen. Dat was keertskender. Ja, absoluut. En dat is een soort, even karbal, voetbal. Maar keertsen is toch die sport, ik maak die boel. Ja, het is dus Biden. En, dus ja, ik wil... Maar wat zit je voor karbal? Dat is een heel diep krieken natuurlijk wel. Ja, ja. Ik heb er ook wel een stuk van mooi gekregen. Maar ik wil toch Hans even vragen, want hoe lang ben je er nou in de duizend? Hoe lang ben je best getrouwd met Geeske? Ah jongen, dat is al een mooi skoft. Dat is al meer dan 40 jaar. Ik denk iets van... Meer dan 40 jaar? Ik moet even achterom zien, maar ik denk iets van 42 jaar of zo. Ja. En ik ben hier een 30 jaar in Reduzum, secretair op Harden. 30 jaar in Reduzum. Oh. Misschien wel langer, maar ik krijg razende correcties wel, denk ik. En dat ben je net direct Bunnik weer dan, hè? Ja, Bunnik, daar kom ik waar, ja zeker. Ja. Ja. Bunnik, maar toen is Geeske eerst naar Bunnik, daar kom ik me zo, hoor dat jong. Ja, we hier een uitwisseling op toernooien tussen Stanfries en Midlandia in Bunnik, werk ik altijd weer. Okay. Dus zij kwamen bij ons in Bunnik en ik kwam hier in Reduzum. Ja, dan is het een keertje is rekken, rekken, ja, hè? De kerst wel, ja. Toen dacht ik, maat hier maar in. Toen weer de vlam. Ja, het bevalt me best hier in Friesland, dus dat is wel goed. Oh, ben Bunnik. Maar dan ik al even kwijt wist, want Jim niet keer de binnen. Want we hebben een keer een kamp aan in Bunnik. Ja, jongen, zeker. Ja. Hey. Toen mocht ik nog wel eens een mooi karrenbal. Hoeveel tijd hebben we nog? Dat kunnen we nog even doen. Nou ja, dat begint tot keert. Dan begin ik mijn Hans even over Bunnik natuurlijk. En het karrenbalkamp daar weer in. Jongen, jongen. Mijn auto's vol daarheen. Het naaide door het, jongen. Ja. Een weekend daarheen naar Bunnik. Ja. Ik mocht ik mooi van. Wie er verder uit bij me. En ja, ik weet het zijn het niet meer. Ik ben deer zenuwachtig. We moesten een nacht sliepen bij mensen daarin, Bunnik. Ja. Ik stap in de auto, ik ging het paardje op. Maar het is wel goed, Kamerdij, toch? Jawel, maar ja, okay. Toen, dat vond ik even een maatje. Maar toen ging ik naar die meisje toe, ik hield zijn hand. En toen zei die man, verkouden. En toen zei ik ook een beetje. Maar die man hier te verkouden. Ja. Ik ken hem, ja, ja. Zeker. Ja. Word ik er even in hier. Kees Verkouwen, ja klopt. Kees Verkouwen. Ja, zeker, ja, ik ken hem wel. Ik ja. Ook een beetje zo. Ja. Goed. Maar mooi team. Ja, zeker weten. We sluiten al, Peter. Ze is maar elke oude zoen nog eens even mooi een barreltje. Daar denk ik van, we hebben het mooiste naam. Het is allemaal bestek. Een goede hier hoor. Ja, we hebben zeker een goede hier hoor. Maar de positieve dingen, ik begin. We hebben, nou, sterker nog een geweldige hier hoor. En ondanks dat deze nederlaag goed aankomt, ja. Ik kreeg mooi neutrale meesten praten en die hebben geweldige wedstrijd, jongen. Daar doe ik voor. We hebben het publiek vermaken. We hebben promotie maken voor de karrebalsport. En daar wonen we verdwaan. Wij wonen hoofdklasse karreballen maar in zijn entourage. Dan nogmaals de bloot zoer uit verliezen, maar ik denk de meeste mensen een geweldige media aan. En dat mag je koesteren. En dat mag je verder beduren. En we hebben drie weken of 12 weken de tijd om eens te richten op... 12 januari en dan gaan we allemaal naar boven gaan en zien we echt zien leden wie de beste binnen. No. Chapeau. Begin mooi. Is dit mooi erin? Absoluut. Oké. Okay. Hans, Peter, bedankt van het prachtige mooie sport hier en ik in 2000 jongen bij de partijen. Want
Als laatste wil ik zeggen, Jim, ook grisselijk bedankt voor dit soort initiatieven, want dat dacht dus ook grisselijk goed. Dankjewel. Jim, ik bedankt. Jim, bedankt. Okay. Door dat graag natuurlijk. Medieteam van Mid-Friesland in Gever ging mooi spot in Grauwheren. Dus opname maken dus een jaar lang Mid-Friesland. Hichtepunt natuurlijk. Kampioenschappen op het veld en in de zeil. Wat wil je nog meer? Op zijn snijde midden hier dus nou in december bij een kander. En Joop besluit nou even met je nummer aan. Vader, ik zei iedereen bedankt van je komst hier in de kantine. Ik al de meewerkers achter de schermen. Maar Joop, je hebt nog een nieuw singeltje. En dat, die doen we nog net. Ja, maar die mag even dwaan. Want die mag even tapen, want die mag we promoten natuurlijk. Het kan ook nog, er staan 5 camera's om die heen. Precies. Nou had je daar nog een mooi clipje van mij, van Sporting Grauw. Doe we. En bieden maar videoproducties. Doe we, Joop. Oh, dat komt helemaal voor de fantastisch als je wist. Samen. Bedankt. Fantastische medie. Prachtige opkomst hier. Super dingen. En we doen er nog hier. Prachtig. Help mij jongens, viel mij jongens lap. Drink en rook de volle ken erop. Haai je oren die op mij wacht. Om ver een eerzaam aan. Wollen vanke die van mij hal. Die maakt mij die warm of kom. Wat is dat mooi hier nooit verwacht. Nooit meer een eenzame nacht. De zegen komt van boven, dat weet ik wel. Ik zit vol vuur, ik vul me stoel. Kom op, vanke, en geef me mij. Nooit meer een eenzame nacht. Straks geht het niet.